dat zijn renners van minder dan 23, de omloop het volk gereden. Een van de 11 klassiekers in deze leeftijdscategorie. Dit is Danny Baeyes, vorig weekend glansrijk winnaar van Parijs-Roubaix voor belofte. Voor vandaag voorspelt hij een eerste schifting op de kasseien van Mater na 45 kilometer. En dat gebeurt ook. Jurgen van de Wallen en Gianni Rivera voeren de forcing. 22 renners rijden weg. De goede trein is vertrokken. Baeyes en de betere belofte zijn mee. Daarbij ook Lief Hoste, West-Vlaming, in een Italiaans belofteteam en nu enkele weken present in het vaderland. Maar 20 leiders is te veel. In de finale rijden de renners 3 keer over de Berendries. Tijdens de eerste klim valt de kopgroep uit elkaar. 7 renners gaan er vandoor. Dat zijn Rivera, Leenaerts, Van de Wallen, Matthijs, Van Maldrighem, Kretskens en Van Roosbroek. Maar Van de Wallen moet eraf. En Baeyes, Roodhoofd en Van Fraghem sluiten aan net voor de tweede keer Berendries. Bij die 9 zit de winnaar. 15 kilometer van het einde, links in beeld, demareert Steven van Maldrighem. Er komt wel reactie, maar Van Maldrighem is ijzersterk. In de laatste 15 kilometer neemt hij nog 1,5 minuut voorsprong. De 19-jarige Van Maldrighem is de zoon van Willy, in de jaren 70 helper van Frans Verbeek. In de kampioenschappen van de jeugdreeks was Steven steeds topfavoriet, maar kon hij het niet afmaken. Bij de nieuwelingen en de juniors daar, dat was ik die alleen de klus moest klaren en nu zijn er meerdere favorieten, dus het is toch iets gemakkelijker. Tim Leenaerts is tweede en Jarno van Fraghem derde.